paleis. Dit is de zuidelijke muur en een van de drie hoektorens die er nog staan. In het paleis waren in totaal 16 torens. Het paleis heeft een oppervlakte van 30.000 vierkante meter. En het is gebouwd in 10 jaar tijd tussen 295 en 305 in opdracht van keizer Diocletianus. En wie is Diocletianus? Hij is een Illyriër. Hij is een zoon van een bevrijde slaaf. En toen in de tijd, dus in de 3e eeuw, was het eigenlijk heel normaal dat de soldaten, oftewel dat de jongens uit de lokale gemeenschap Romeinse soldaten worden. Werden ze uiteraard ook betaald voor alles, dus hij is meegegaan. Uiteindelijk, hij is bevelhebber geworden van een gedeelte van het Romeinse leger. En ooit in België heeft de waarzegster hem verteld dat in geval dat hij afverdoopt en wilde zwijn, dat hij ook keizer wordt van het hele Romeinse Rijk. En inderdaad, ooit in Nicomedia, in huidige Turkije, vermoord hij Abber. En het is dus niet een wilde zwijg, maar een persoon die zo heette. En het Romeinse leger kies hem uit tot de keizer van het hele Romeinse Rijk. Dat gebeurde in 285. In 295, dus 10 jaar later, geeft hij opdracht om in de buurt van zijn geboorteplaats, tevens ook de hoofdstad van de provincie Dalmatië, stad Salona, dus 10 kilometer hier vandaan, om een paleis te bouwen op de schiereiland van Asfalathos, waar ooit eerder een Griekse nederzetting gebouwd werd. En als